Mijn naam is Leer Loutenberg, ik woon in Voerendaal, een dorpje in Nederland. Ik draag aan de ene kant een cochleair implantaat, aan de andere kant een hoortoestel. Toen ik 4 jaar oud was en in groep 1 zat van de basisschool, reageerde ik niet op mijn naam. En toen heeft de juffrouw dat tegen mijn ouders gezegd en die hebben zoiets gehad van ja, misschien moeten we het dan maar laten onderzoeken. En toen ik 7 jaar oud was, heb ik mijn cochleair implantaat gekregen. Daarmee ben ik eigenlijk goed door het leven kunnen gaan. Ik ben gewoon naar de reguliere school gegaan. Ik heb gewoon mee kunnen doen met mijn vriendjes en vriendinnetjes. Het contrast tussen het wel of niet gebruiken van CI is heel groot. Met CI hoor ik eigenlijk naar mijn idee vrijwel alles. En zonder hoor ik eigenlijk helemaal niks. Dan ben ik doof, om het zo maar te zeggen. Door het CI is het voor mij wel mogelijk om mee te doen in de horende wereld. En ervaar ik geen beperkingen in mijn dagelijks leven. Momenteel draag ik de Nucleus 7. Aan de andere kant draag ik een hoortoestel van ReSound, de Lynx Quattro. En het grootste voordeel hiervan vind ik dat ik muziek kan streamen, dat ik filmpjes kan streamen. Dat ik eigenlijk alles wat met mijn smartphone doe, dat ik dat gelijk op mijn toestellen krijg. Toen ik mijn hoortoestel van ReSound gekregen had, toen moest ik heel erg wennen aan de rust en de stilte die ik opeens hoorde. En op de dag dat ik het gekregen had, had ik zelfs nog van iemand te horen gekregen van hey, ik heb het idee dat je me beter verstaat. En dat vond ik wel heel leuk om te horen. Vanaf kleins af aan heb ik dansen altijd als hobby gehad. Ik heb tijdens het dansen nooit gemerkt aan mezelf dat ik een hoortoestel en een CI draag. Een hulpmiddel wat bij dansen altijd wel gebruik is dat ik kan tellen. Maar met die hoortoestellen vind ik het ook heel fijn dat ik de muziek gewoon kan horen en op de muziek kan dansen. Een voordeel vind ik dat ik door middel van het bedieningspaneel op mijn smartphone beide toestellen kan bedienen. En dit doe ik voornamelijk als ik muziek doe luisteren. En dan kan ik mijn omgevingsgeluid lager zetten of zelfs helemaal uitzetten. En dat vind ik echt enorm prettig. Met de combinatie van het hoortoestel en het CI kan ik eigenlijk optimaal gebruik maken van beide oren. En ook heel goed meedoen in de horende wereld. En dat vind ik gewoon heel fijn.